De politie heeft vanmiddag uit voorzorg passagiers aan een stadsbus in Almere gehaald. Er was sprake van een verdachte situatie. Het zorgde voor flinke vertragingen in het openbaar vervoer. Meer betalen voor afval en het riool. Het college van Almere zegt dat het echt nodig is, want er is een tekort. En dat tekort betekent dat per gezin in Almere 26 euro per jaar duurder wordt. Maar de gemeenteraad zei begin van de zomer nog dat deze lasten niet extra mogen stijgen. Een dierendag. De meeste dieren worden vandaag natuurlijk extra vertroeteld door hun baasjes. Maar ze hebben helaas niet allemaal zoveel geluk. En dan springt Stichting Zuiderzee Zwerfdieren in de bres. Dit is Flevoland van Dierendag dus, vrijdag 4 oktober. Goedenavond. De politie heeft in Almere buiten vanmiddag passagiers aan een stadsbus gehaald. Er zou sprake zijn van een verdachte situatie. De bus reed op dat moment op de Bintangweg. De politie heeft enkele uren onderzoek gedaan in en rond de bus, maar niets verdachts aangetroffen. De omgeving werd een tijd afgezet, maar die afzetting is inmiddels opgeheven. Busmaatschappij Keolis meldde eerder op hun website dat het om een bommelding zou gaan. De politie kan dat niet bevestigen. Het openbaar vervoer raakte flink verstoord. Ook het treinverkeer tussen Almere Oostvaarders en Lelystad werd stilgelegd. Bussen reden rond 2:30 weer volgens dienstregeling, de treinen een half uurtje daarna. Almeerders moeten vanaf volgend jaar extra betalen voor de afvalinzameling. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. In een voorstel voor de begroting van 2020 staat dat elk gezin 26 euro meer moet gaan betalen. Een botsing met de gemeenteraad dreigt. Vlak voor de zomervakantie heeft de Almeerse gemeenteraad bepaald dat de lasten voor de inwoners van Almere niet mogen stijgen door een verhoging van de afvalstoffenheffing en de OZB, de onroerend zaakbelasting. En als ze al omhoog moeten, dan niet meer dan de inflatie. Volgens de gemeenteraad behoort Almere al tot de duurste gemeente van Nederland. Maar burgemeester en wethouders willen dus wel een verhoging. Wat wel de reden is, is dat er internationaal een handelsoorlog tussen de VS en tussen China bezig is. Daardoor leveren grondstoffen die wij uit afval halen, want wij recyclen een deel daarvan, dat levert ons minder geld op. Dat betekent dat we een tekort hebben op de inzameling van afval. En dat tekort betekent dat per gezin in Almere 26 euro per jaar duurder wordt. De extra verhoging van de afvalstoffenheffing moet de gemeente uiteindelijk een bedrag van 2,2 miljoen euro opleveren. Lindenberg zou graag willen zien dat de inwoners van de stad hun afval beter scheiden. Het heeft er wel mee te maken, een klein beetje, dat als Almeerders beter zouden scheiden, zou het inderdaad minder kosten. Het is geen straf, het is wel zo. Ik hoop dat iedereen die dit luistert het als extra aansporing ziet om nog beter te gaan scheiden. Want als we het allemaal beter gaan doen, dan kan die afvalstoffenheffing zeker naar beneden. Eind dit jaar komt het college van BMW met een voorstel voor een nieuw afvalinzamelingssysteem. Als het aan het college ligt, gaan inwoners van Almere niet alleen meer betalen voor afval, maar ook de rioolheffing zou 7 euro extra omhoog moeten. Bij de rioolheffing zit daar nog wel een iets ander verhaal. We zijn een hele nieuwe stad. Onze rioolheffing is ook helemaal niet zo hoog vergeleken met andere gemeenten. Maar wij worden als stad steeds ouder. Dus het moment dat rioolbuizen vervangen moeten worden, komt dichterbij. En daar moeten we dus nu al iets meer voor sparen. Dat zorgt ervoor dat de rioolheffing iets omhoog gaat. Binnenkort praat de gemeenteraad over de begroting 2020. Dan wordt duidelijk of de lokale lasten daadwerkelijk omhoog gaan. En wil je nou nog meer weten over de begroting van Almere en de voorstellen die jouw portemonnee mogelijk raken, kijk dan op onze website. Dat is natuurlijk omroepflevoland.nl. De politiek op Urk was glashelder gisteravond. Het jeugdhonkenbeleid moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Vooral op vrijdag en zaterdag zitten jonge Urkers bij elkaar in jeugdhonken. De politiek vraagt zich af of die wel goed gecontroleerd worden. Recent raakte een 18-jarige man zwaar gewond toen hij van een trap viel in een jeugdhonk. Ook werd vorige week een illegaal feest beëindigd op het industrieterrein. Al vond dat niet plaats op een locatie waar een jeugdhonk gevestigd zat, Urkers vragen zich af of de jeugdhonken wel goed in de gaten worden gehouden. Wij voelen de druk van de gemeente, van de burgers op onze schouders in deze. Dat het niet voor hun altijd helder en duidelijk is van hoe gaat dat nou bij die jeugdhonken? Handhaaft het nou? Terwijl er wel gehandhaafd wordt, maar de wijze waarop is niet voor iedereen altijd helder en duidelijk. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker is sinds gisteravond verantwoordelijk voor het jeugdhonkenbeleid. Zij pleit voor een informatieavond voor alle gemeenteraadsleden. Het is ook altijd goed om, ook voor mezelf, maar ook voor de andere raadsleden, dat we even gezamenlijk weer op diezelfde vlieghoogte zijn. En dat we ook over dezelfde dingen spreken en elkaar daardoor ook goed begrijpen.
Ik denk dat er als er een informatieavond komt voor dat de handhavers uitleggen de manier waarop zij dat doen, dat sowieso verhelderend is. En doordat we met elkaar spreken en overleggen, kunnen we misschien komen tot een andere manier of andere wijze van de handhaving. En waar dan iedereen tevreden mee is. De gemeenteraad van Almere wil dat gepensioneerden worden ingezet om het lerarentekort te verminderen. Voor gepensioneerde docenten die dat willen, moet het mogelijk zijn om 1 of meerdere dagen per week les te geven op een Almeerse school. Gepensioneerden zouden op korte termijn kunnen inspringen. Reden voor het lerarentekort is de grote concurrentie tussen scholen in de Randstad. Die proberen leraren te lokken met tal van maatregelen, waaronder premies en woningen. Minister Bruins kan uit Urk een lijstje met voorbeelden verwachten waaruit blijkt dat de veiligheid van patiënten er de afgelopen maanden niet beter op is geworden. De minister zei eergisteren namelijk dat hij die signalen niet kent. Hij riep de gemeente op om die te melden. We gaan de minister voorzien van die zorgpunten, want die zijn er zeker wel. De achteruitgang in de zorg is voelbaar en zichtbaar. Volgens de gemeente doen zich vooral incidenten voor bij bevallingen. Nu er geen acute verloskunde meer is in Lelystad, is het vaak meer dan 3 kwartier rijden naar een ziekenhuis. In sommige gevallen loopt het maar ten nauwe nood goed af. Bovendien is het nog helemaal niet zeker of de extra ambulance die Urk sinds begin dit jaar is toegewezen, gaat blijven. 3 oktober 1932, toen was Urk eiland af. Maar als we nu kijken naar de zorg, dan voelen wij inderdaad met de partijen mee dat we eigenlijk weer teruggaan naar de eilandsituatie. Dat we eigenlijk op een eilandje zitten voor wat betreft de zorgburg. En dat baart ons best wel zorgen. Tijdens Dierendag worden veel huisdieren extra verwend door hun baasjes. Maar helaas hebben niet alle dieren die luxe. Bij Stichting Zuiderzee Zwerfdieren in Lelystad komen dagelijks gedumpte katten binnen of katten die op straat zwerven en zijn gevangen. En vrijwilliger Saskia Lekkerkerk leidt ons rond. Kijk eens aan, dat zijn er een hele hoop. Ja, dat zijn er een hele hoop. Hier zitten er 25 ongeveer. Oké, en die worden allemaal zeg maar hier gebracht of worden ze gevonden? Allebei. Gebracht, niet zoveel. De meeste worden gevangen. En er zijn ook gedumpte katten. Ja. De meeste zijn zwerfkatten die inderdaad heel lang op straat hebben gewoond. Die worden dan gevangen. En dan komen ze hier terecht. Komen eerst in een quarantaine 2 weken. Dat hoort voor het geval er ziektes zijn. Ja, kom maar. De grond zetten. Zo. Ja. En uiteindelijk worden ze herplaatst? Uiteindelijk worden ze herplaatst, Hoeveel katten herplaatsen jullie per jaar? Nou, dit jaar zijn het er al 44. Zo, dus dat zijn er best wel heel wat. Ja. 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 Wie is dit? Dat is Josje. Josje is eigenlijk allemans vriendje. Die vindt het gewoon geweldig. Er ligt dan bij die in het mandje, dan bij die in het mandje. Ja. En die zoekt ook nog een huis? En die zoekt ook nog een huis, ja. Even. Hey, Pit. Even aan de kant. Deze katten zijn gedumpt. Die zijn hiervoor neergezet in een bench. En een hoogzwangere moederpoes, die is 2 dagen nadat ze hier was, is ze bevallen. Van deze 3 kleine zwarte kittens. En die anderen die zijn ongeveer een maandje ouder. Samen met de vader of een broer staat ze in een bench. Missie wordt vandaag geplaatst, samen met 1 van haar dochters. En dan krijgt ze een nieuw huisje. Morgen hebben we weer een open dag. Dan mag iedereen gewoon bezoeken. Van 12 tot 4 is hier open dag. Dan mag u gewoon katten komen kijken. De dierenambulance staat er, die kunt u komen kijken. En we hebben ook een kalender te koop van €9,95. Die is door de vrijwilligers gemaakt. En die opbrengst wordt weer besteed hier bij de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. En dan sport, voetbal. Almere City FC speelt vanavond de lastige uitwedstrijd tegen de nummer 3 van de keukenkampioendivisie, de Graafschap. De Graafschap heeft maar 1 puntje achterstand op koploper NAC. En dus zouden de superboeren, zoals ze heten, vanavond in theorie in eigen huis periodekampioen kunnen worden. Trainer Robert Molenaar van Almere City verwacht daarom een lastig duel op de Vijverberg. Daar gaan we getest worden. We gaan naar een stadion wat altijd vol zit en een heleboel kabaal maakt. Dus het is goed om te zien hoe we daar tegen opgewassen zijn. Maar ook het spel, dat is ook op hun leest. Hè. Met veel tweede ballen winnen, duidelijk spelbeeld.
ze zoeken heel veel de spits en dan van daaruit vooral ook de flanken die heel gevaarlijk zijn. Dus ja, we gaan er echt getest worden. Aanvoerder Damon Mirani bewaart hele slechte herinneringen aan zijn laatste wedstrijd op de Vijverberg. In mei 2018 speelde Almere City de finale van de play-offs tegen de Graafschap en verloor het uiteindelijk met 2-1, waardoor niet Almere, maar de Graafschap naar de Eredivisie promoveerde. In de absolute slotfase van die wedstrijd zagen de Almeerders nog een bal van de lijn gehaald worden, waardoor promotie net werd misgelopen. En dat doet Mirani nog altijd pijn. Ja, dat was natuurlijk een heel zuur moment. Op 30 centimeter nadat we geen Eredivisie haalden. Ja, weinig jongens zijn er overgebleven. Ik denk dat... Jij bent een van de weinigen. Ja, een van de weinigen, ja. Dus ik denk dat het bij mij dan wel speelt, maar bij de rest niet, denk ik. Hoe heb jij destijds die tumultueuze slotfase beleefd? Ja, een beetje als een gekkenhuis. We kwamen natuurlijk 1-0 voor. Toen vlak voor rust 1-1 en 2-1 tegen. En toen gingen we alles op alles spelen. En ja, die laatste bal werd er eigenlijk ingepompt. En ja, was gewoon een overtreding. Maar we kregen geen penalty. En we misten de bal net op 30 centimeter. Nou, ging je niet over de lijn. En anders waren we gepromoveerd. Ja. Hoe ziek was je daarvan destijds? Ja, daar was ik wel echt heel goed ziek van. Dat heb ook echt wel een tijdje geduurd voordat ik daar overheen was. Dan moet je natuurlijk altijd even verwerken omdat je zo dichtbij bent. Maar dat is er nu wel uit. Ja, maar je bent niet vergeten als je morgen het veld opstapt? Nee, zeker niet. Nee. Almere City FC kan in Doetinchem nog altijd geen beroep doen op Thomas Verheid, Ricardo Kip, James F. Morfidis en Ruggiero Mannes. Zij zijn allemaal op de weg terug na blessures. De wedstrijd op de Vijverberg begint vrijdagavond om 8:00. Ja, we hadden het er net over zielige zwerfdieren op Dierendag. Maar de meeste beestjes worden natuurlijk tot op het bot vertroeteld. We vroegen onze kijkers foto's in te sturen van hun lievelingetjes. En de mooiste foto hebben we inmiddels op onze Instagram gezet. En dit was Flevoland voor vandaag. Geniet van deze vrijdagavond. Een mooi weekend en graag tot morgen. Dag.